Ik ga lager mijn stem. En is het hey muts, dikke kon muts. Hey, 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 Shin-chan. Problemen maken, daar houdt hij van. Hey, 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 Shin-chan. Overtreed de regels wanneer dat maar kan. Af en toe dom, nu en dan stom. Maar daar geeft hij echt niet om. Shin-chan. Shin-chan, wow. Shin-chan is 5 jaar oud. Maar praat als een puber. En is zo ondeugend als een puber. En heeft het alleen maar over seks. En is gek op de vrouwen. En uitdagend en brutaal tegen zijn moeder. Laat altijd zijn broek zakken. Laat altijd zijn billen zien. Blote billenboogie. Geen probleem, ik breng hem wel bij. Blote kont boogie, maakt je hoekeloekie. Blote kont boogie, maakt je hoekeloekie. Shin-chan was enorm leuk om in te spreken. Het was natuurlijk altijd een verrassing van wat zegt hij nu weer. Het is natuurlijk heerlijk om een ondeugend mannetje te spelen. En heel veel humor. Omdat je gewoon heel droog en dat is gewoon leuk om te doen. Ze staat bijna op springen. Waarom zou ik in hemelsnaam nog voor jou koken? Je krijgt alles af wat ik voor je maak. Je bent gewoon een ouwe Sir Piet. Zeg wat meer respect graag. Je mag er een ouder uitzien, maar weet wel dat ik de oudste ben. Gedraag je dan zo? Nu gedraag je als een verknipte 5-jarige. En die baan is al lang bezet. En jij bent perfect zeker. Hier heb je 20 eurocent. Ga maar een persoonlijkheid kopen. Ja, en deze keer één die kan koken. Het is altijd wat grover en brutaal. En hij haalt altijd bloed onder de nagels vandaan bij zijn moeder. Ik zeg maar wat, Mitzi, zo heet zijn moeder. Die wil diëten. En dan stopt hij haar en dan allemaal, zet hij allemaal chocola voor de neus. Of Mitzi is het schoonmaken en dan maakt hij een hele rotzooi van zijn slaapkamer en dat soort dingen. Maar ik heb net opgeruimd. Ze hebben er een puinhoop van gemaakt. Daar gaat mijn vrije dag. Kanonnen, moet je horen. Ze wordt gek van verdriet. Volgens mij mist ze ons echt. En ze merkte op een gegeven moment bij die zender, bij die Jetix was het toen nog, of Fox Kids. Nou ja, in ieder geval een van die twee. Ja, die dachten denk ik van gewoon een leuke serie. Maar die schrokken zich dood. En die kregen best wel veel klachten van ouders. Van, mijn kind en dat moet allemaal, mag allemaal niet zo grof. Dus ja, wij moesten dat proberen om dat wat netter te krijgen in die studio. Maar ja, het was wel zo geschreven. Als Shin-chan aan de borst van zijn moeder zit. Ja, ik kan het niet mooier maken. Doe dat smerige praatje weg. Denk je soms dat ik gek ben? Kan je niet gewoon een stripboek lezen of zo? Sorry, maar Shin had weer zo'n bikini-bake blaadje te pakken. Ik snap niet waar hij ze steeds vandaan haalt. Heeft hij de laatste tijd achter de toiletpot gespeeld? Nee. Waarom vraag je dat? Ja, censuur bij Shin-chan, ja. Want in het begin zei ik kont. En dat mocht op een gegeven moment niet meer. Nee, ik mocht geen kont meer zeggen. Dus was het billen. En ja, ik heb best wel heftige dingen ook moeten opnemen, hoor. Volgens mij hebben ze die nooit uitgezonden. Maar ik heb op een gegeven moment als Shin-chan zat ik op een massagestaaf, noemden ze dat. En dat trilde en dan... Nou echt, daar hebben ze nooit uitgezonden. Dat kan niet, het was echt te grof. Oh, moet je al die lekkere meiden zien, Shin? De dierentuin is gewoon een lekkere meidenmagneet. Coolie smoolie. Ik heb nooit de reden meegekregen waarom dat Shin-chan gestopt is hier in Nederland. Maar aan de reacties te horen en zelfs bij mij hier waar ik woon, dat zelfs zijn moeder zei, mijn kind, en die trekt continu de broek naar beneden en is zo brutaal. En ik dacht, nou, je moest eens weten dat ik die stem heb gedaan. Maar ik denk dat ze toch te veel klachten hebben gehad. Een rondborstige brunette, ja. Een geweldige Rita. Een horde wilde stoten. In hun natuurlijke omgeving. Dit is veel interessanter dan de dierentuin. Ik hoop wel dat ze uit mijn hand eten.
Zou ik ze mogen aaien? Heerlijk. Superleuke tijd. Vooral ook dus in de studio bij Joop. En Loes was altijd gezellig. Gingen we altijd eerst gezellig wat kletsen, wat drinken. Was altijd heel easy. En als we dan begonnen was het go, 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 go. Altijd heel geconcentreerd. En veel gelachen en was superleuke tijd. Ja. Als ze zouden bellen van wil je weer Chin Chin doen? Ja, gelijk. Ja, super, graag. Vond je dit een leuke video van Stemmen van Toen? Vergeet hem dan niet te liken, een reactie achter te laten of hem te delen met je vrienden. Doen hè, koelie joelie!